Zaterdagavond, Trosavond. Dag dames en heren in Nederland en in Vlaanderen. Nogmaals welkom bij de Tros. De komende 2 uur brengt de Tros zinderende spanning met de huiveringwekkende thriller Coma. En dat is de 2e in de serie van 5 thriller- en gangsterfilms die de Tros deze maand uitzendt. Deze film is trouwens goedgekeurd voor kijkers van 16 jaar en ouder. Ook na Coma duurt de spanning voort in Falcon Crest. En dat kunt u zien om 22:50. En we besluiten de avond met Tros Actua. Tros Sport Extra, dat om 12:00 vannacht werd aangekondigd, komt helaas te vervallen. Het ministerie van WVC gaf geen toestemming om beelden uit te zenden van de tenniswedstrijden rond de Davis Cup. Dit in verband met de sponsoring die niet in overeenstemming was met de geldende richtlijnen voor de Nederlandse omroepen. En dan is het nu tijd voor het overzicht van Tros Actua. Dames en heren, goedenavond. Straks in Tros Actua aandacht voor de problemen van meervoudig gehandicapte kinderen die in een tehuis verblijven. Als ze straks ouder worden, is er nauwelijks geschikte opvang. Verder waren we in Taiwan, waar een Nederlandse handelsdelegatie de afgelopen weken goede zaken deed. En we keken mee hoe de luchtmacht afscheid nam van de Starfighter. En van Simon van Kolm krijgt u een voorproefje van de film Indiana Jones and the Temple of Doom. Een nieuwe spannende avonturenfilm van regisseur Steven Spielberg die begin juli in Nederland in première gaat. Sport vanavond, de vandaag gehouden zeilrace met zogenaamde catamarans. Een ronde om het eiland Texel. En als extraatje het straatvoetbal tussen de Amsterdamse en Rotterdamse jeugd. Notabene op de Dam in Amsterdam. Ten slotte, u zag hem al even in het journaal, in de Rotterdamse diergaarde Blijdorp geboren een olifantje. Ze zoeken alleen nog een naam voor het beestje en kijkers naar ons programma kunnen meedenken en nog een prijs winnen ook. Dat alles straks in een late Tros Actua. We zijn er om 22:50, maar nu eerst veel genoegen met de spannende thriller Coma. Good morning. It's 6 a.m. on a beautiful New England morning in Boston.